Laatste kilometer met Kimberly Swish aan kop. Daarachter op de tweede plaats Koen en Klasbak. Aan de buitenkant komt Umek Paaslo nu dichterbij. Gedeelde derde plaats nu met Karel Bianco. Daarachter aan de relingzijde JC Al Salvador Rocks. Buitenkant daarnaast ligt Kesper. Daarachter aan de relingzijde Jade Beukenswijk. En Nijmar moet vanaf de laatste plaats gaan komen. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Kimberly Swish leidt. Kimberly Swish gevolgd als een schaduw door Koen en Klasbak. Steeds dichterbij aan de buitenkant komt Umek Paaslo. Deelt de derde plaats nog altijd met Karel Bianco en daarachter volgt ook heel makkelijk Kesper. Halverwege de rechte lijn overzijde, tussentijd 15-1, gaan ze op weg naar de laatste bocht en de leiding nog altijd voor Kimberly Swish. Heeft nog geen aanval gehad, misschien gaat dat nog wel komen, maar dat hangt ook van Kimberly Swish zelf af. Koen en Klasbak heeft er wel zin in, die zet nu aan. Proppen zijn eruit en zo gaan ze de laatste bocht door. En halverwege de Tjarda bocht leidt Kimberly Swish. Is Koen en Klasbak de enige die bij kan blijven. Karel Bianco sluit nu ook aan. Umek Paaslo doet dat niet en daarachter aan de binnenkant komt naar voren JC Al Salvador Rocks. Krebas begint te bewegen, daar moet je mee oppassen op die leeftijd. Maar hij heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Kimberly Swish, daarachter Koen en Klasbak. Aan de buitenkant Karel Bianco. Het is heel makkelijk Kimberly Swish die gaat winnen. Met een laatste 500 meter in 1-10-2. Weer een winnaar voor PD. Het is Kimberly Swish, Karel Bianco en Koen en Klasbak in 1-13-7. En de uitslag van koers 1 is inmiddels in zijn totaliteit officieel winnaar. Paard nummer 8, Kimberly Swish met Bas Krebas. En ze gingen hier rond in 1.13.7. En daarmee is Kimberly Swish over de grens van 40.000 euro winst omheen. Ze staat in de finale voor paarden tot 10.000, maar scoorde vroeg al punten. En heeft inmiddels een fantastische doormaak gemaakt in haar carrière. Bas, geweldig paard. Ja, ongelooflijk. Ik denk beste paard van stal. En dan hey, Go en Magnum komen er net achteraan. Nee, superbeest. Laatste tussentijd was 1.10.7. Het ziet er niet uit alsof het hard gaat. Zo makkelijk loopt ze. Ja, maar een enorm grote loop. Kijk, ik zag tweede tussentijd. Het was heel rustig. Ik denk, en dan over aan het gaan. Dan ga ik harder rijden. En dan gaat echt niemand mij meer inhalen. Want ja, die merken in de 6 naar huis 250 meter als moet. Dat was super. Heb je nog wat voor het oog de komende tijd? Nou, ik ken eventueel over 10 dagen naar Angien. En Peter leek het wel leuk om in de Lage Landen te starten. Maar ja, dat is natuurlijk nog weer andere tegenstanders als de Gouden Zweep. Ja, er zijn mogelijkheden genoeg. En of hier gewoon een wolf in de koers. Nee, mogelijkheden genoeg. Ik weet nog niet precies wat de volgende start is. Jullie hebben haar enkele jaren geleden op de Wolfra International Yearling Sale uitgezocht. Voor slechts 4500 euro. Er zijn koopjes te vinden. Ja, zeker. Kijk, de meeste koopjes halen wij hier weg. De minst dure halen wij hier weg. Daar hebben we het meeste succes mee. Pertinent waar. Nu is de veiling zaterdag 27 augustus. Dan zijn jullie ook weer in de markt. Ja, zeker. En ik denk toch weer hoofdzakelijk Hollanders kopen. Want dan vinden we toch het leukst voor de Hollandse klassiekers. Afgelopen jaar hebben we veel buitenlanders gekocht. Ik denk niet dat we dit gaan doen of we moeten een Fransman bijkomen. Maar in principe denk ik alleen maar Hollanders en misschien een verdwaalde Fransman. Top Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. Bloemen zijn van Wilma van der Zwaan aan Bas Krebas. En Kimberly's is een 5-jarige bruine merrie van Offshore Dream uit Paribie. Gefokt door Henny Kloosterman in eigendom van Stal PD. Trainer en rijder Bas Krebas. En ze winnen hier in de kilometertijd van 1.13.7. Tweede de 5, Carlo Bianco. Derde de 1, Koen en Klasbak. Vierde de 6, Umek Paaslo. En vijfde de 2, GC El Salvador Rocks. 8-5-1-6-2 is officieel in koers 1, de PD Winner Challenge finale. Just like the sunny morning light. I just wanna miss the night away. With senoritas looking sweet. En dan gaan ze, de eerste winnaars van vandaag, Kimberly Swish met Bas Krebas. Yeah.
En de start valt. Duel onder leiding met aan de binnenkant Koenen Klasbak. Aan de buitenkant komt Kimberly Swish naar voren met startnummer 8. Die wil de kop ook wel hebben. En Koenen Klasbak wil hem waarschijnlijk wel kwijt aan Kimberly Swish. Aan de buitenkant blijft wat hangen Unmec Paaslo. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Koenen Klasbak is daar als eerste. Karel Bianco als tweede. En aan de buitenkant naast hem doemt op Kimberly Swish. De vierde plaats is voor JC El Salvador Rocks. Daarachter is het Unmec Paaslo. Die kan naar binnen, maar die wil voorlopig nog niet naar binnen. Aan de binnenkant duikt zo langzamerhand op Jade Beukenswijk. Kimberly Swish neemt de leiding nu over. Het gaat hard als ze de eerste 500 meter doorgaan. En Kimberly Swish heeft inmiddels een lengtevoorsprong op Koenen Klasbak. Daarachter ligt Karel Bianco. Eerste tussentijd 12-9. Vierde plaats daarachter voor JC El Salvador Rocks. Dan aan de buitenkant Unmec Paaslo. Daarachter aan de relingzijde Jade Beukenswijk. Daarachter volgt Kesper. En de laatste plaats is voorlopig voor het voetbalwonder Nijmar. Zo gaan de paarden de linkerbocht door. En er zit ongeveer een lengte of 7 tussen kop en staart van het peloton. Tempo is vrij hoog met Kimberly Swish aan kop. Kimberly Swish, Koenen Klasbak vlak daarachter. Daarachter volgt Karel Bianco aan de buitenkant Unmec Paaslo. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Komt een treintje in het tweede spoor, aangevoerd door Unmec Paaslo. Achter hem aan gaat Kesper en daarachteraan gaat Nijmar mee naar voren. Paarden komen voor de tribune langs. Gaat geen 12-8 meer, maar 17-3 mag er ook zijn. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Laatste kilometer met Kimberly Swish aan kop. Daarachter op de tweede plaats Koenen Klasbak. Aan de buitenkant komt Unmec Paaslo nu dichterbij. Gedeelde derde plaats nu met Karel Bianco. Daarachter aan de relingzijde JC El Salvador Rocks. Buitenkant daarnaast ligt Kesper. Daarachter aan de relingzijde Jade Beukenswijk. En Nijmar moet vanaf de laatste plaats gaan komen. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Kimberly Swish leidt. Kimberly Swish gevolgd als een schaduw door Koenen Klasbak. Steeds dichterbij aan de buitenkant komt Unmec Paaslo. Deelt de derde plaats nog altijd met Karel Bianco. En daarachter volgt ook heel makkelijk Kesper. Halverwege de rechte lijn overzijde, tussentijd 15-1, gaan ze op weg naar de laatste bocht. En de leiding nog altijd voor Kimberly Swish. Heeft nog geen aanval gehad, misschien gaat dat nog wel komen, maar dat hangt ook van Kimberly Swish zelf af. Koenen Klasbak heeft er wel zin in, die zet nu aan. Proppen zijn eruit en zo gaan ze de laatste bocht door. En halverwege de Tjarda-bocht leidt Kimberly Swish. Is Koenen Klasbak de enige die bij kan blijven? Karel Bianco sluit nu ook aan. Unmec Paaslo doet dat niet. En daarachter aan de binnenkant komt naar voren JC El Salvador Rocks. Krebas begint te bewegen, daar moet je mee oppassen op die leeftijd. Maar hij heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Kimberly Swish, daarachter Koenen Klasbak. Aan de buitenkant Karel Bianco. Het is heel makkelijk Kimberly Swish die gaat winnen. Met de laatste 500 meter in 1-10-2. Weer een winnaar voor PD. Het is Kimberly Swish, Karel Bianco en Koenen Klasbak in 1-13-7.